Angela de Jong is volgens Gordon na zijn comeback te ver gegaan in het bekritiseren van hem. Gordon, die aangeeft dat hij de Diva in zijn top 5 van minst favoriete mensen in de Nederlandse media heeft staan, vindt dat Angela de Jong hem onnodig de grond in boord. Dit komt vooral naar voren in de reactie op Gordon's omstreden interview in Casa Bo, waarin hij openhartig sprak over zijn ex- en zelfmoordpogingen. De gevallen zanger voelt zich geraakt door de uitspraken van Angela de Jong, die volgens hem te ver zijn gegaan. Hij betreurt vooral dat ze weinig begrip lijkt te tonen voor zijn persoonlijke worstelingen en dat haar kritiek op zijn openheid over zelfmoordpogingen pijnlijk is. Gordon benadrukt dat Angela de Jong zich bewust moet zijn van de impact die haar woorden kunnen hebben, vooral bij mensen die soortgelijke gedachten ervaren. Gordon beklaagt zich over het gebrek aan empathie en hulp in plaats van afkeuring. Hij suggereert dat mensen met zulke kwetsbaarheden juist steun nodig hebben en dat Angela de Jong in plaats daarvan lijkt te kiezen voor het laatste setje in plaats van begrip. De zanger deelt ook persoonlijke ervaringen die zijn gevoel van onveiligheid versterken, zoals doodsbedreigingen na een interview van zijn ex en een traumatische overval thuis. Hij benadrukt dat deze ervaringen een bange en onveilige situatie creëren, waarbij Angela de Jong volgens hem meer rekening mee zou moeten houden. Wat betreft zijn vroegere samenwerking met Gerard Joling geeft Korde geen antwoord, waarmee hij hoopt onnodige speculaties te vermijden. Hij refereert aan het verleden, zoals bij Yvonne Koldewijer. Waarbij onwaarheden de boventoon voerden. Al met al heeft de voormalige zanger aangegeven dat de kritiek van Angela de Jong hem diep heeft geraakt en dat hij hoopt op meer begrip en steun in plaats van veroordeling.